Hey allemaal en welkom bij een nieuwe tutorial met Teddy B. Vandaag ga ik samen met jullie een projectje doen. En dat is namelijk een sticker maken voor op dit potje. In dit potje zitten klaprooszaadjes die we zelf geoogst hebben afgelopen zomer vanuit onze eigen klaprozen in de tuin. Je kunt klaprozen natuurlijk gewoon kopen als zaadjes in de winkel voor echt heel weinig geld. Maar het proces om klaprozen te laten drogen en dan de zaaddozen open te maken is superleuk voor kinderen om te doen. Dus misschien een leuke vakantieactiviteit nog. Nou ja, ik heb ze bewaard. Ik doe ze in een glazen potje. Maar zodat ik volgend jaar als ik ze ga zaaien ook nog weet wat dit zijn, zorg ik ervoor dat ik er even een sticker op maak. Met merendeel van de Cricut machines hebben we de fantastische print and cut functie. In een vorige tutorial liet ik je zien hoe je die kon kalibreren en nu gaan we daar meteen gebruik van maken door een sticker te gaan maken voor dit potje en die middels print and cut te gaan uitsnijden. We gaan eerst even naar Design Space op mijn computer zodat we het ontwerp samen kunnen gaan maken. Nou, in Design Space gaan we als eerste eens even naar afbeeldingen. Want ik wil eerst even weten wat er allemaal al in staat, kant en klaar, wat te maken heeft met klaproos. Nou, het voordeel is dat je in het Nederlands kunt zoeken. Dus op de term klaproos kan ik gewoon zoeken en dan komen er 330 afbeeldingen naar boven. Nou, je ziet het, dat zijn eigenlijk superleuke plaatjes. Die allemaal heel goed weergeven wat het nou precies is. Dus ik kan een beetje naar beneden scrollen. Kijk, poppy, dat is ook leuk. Poppy is het Engelse woord voor klaproos, mocht je dat niet weten. Nou, en hier kun je dan gewoon iets uit kiezen. Nou, ik wil graag een print and cut sticker maken. Ik vind dit super schattig, geeft het heel duidelijk weer, maar ik vind dit helemaal mooi. Dus hier ga ik even op klikken. Ga ik naar afbeelding invoegen. En dan zie ik dat dit een combinatie is van de pen met een sticker. En ik wil hier eigenlijk gewoon een reguliere sticker van maken. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk even wat aanpassingen doen. Want ja, dat is het grote voordeel in Cricut Design Space. Je kunt kant-en-klare ontwerpen gewoon aanpassen naar je eigen wensen. Dus ik selecteer nu even die onderste laag. En die ga ik wit maken, denk ik. Ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste. En de rest laat ik exact hetzelfde. En dan selecteer ik alles. En vervolgens ga ik hier rechts onderin naar de functie lagen vastmaken. En dan heb ik er nu dus een sticker van gemaakt. De witte achtergrond valt een beetje weg, dus om je dat te laten zien, ga ik als eerste even het raster weghalen van mijn canvas. Dat doe ik door hier linksbovenin op het hoekje te klikken. En vervolgens ga ik mijn canvas even een andere kleur geven. Dat gaat heel eenvoudig zoals je dat ziet. Mocht je niet weten hoe, ik heb daar eerder een tutorial over gemaakt. Kijk, en dan zien we hier perfect de sticker die ik dan ga maken. Nou, zoals je zag, het potje is niet heel erg groot, dus dit hoeft ook niet heel erg groot te zijn. Dus ik ga hem een stuk verkleinen. Even kijken naar, nou, dit is denk ik perfect. 3 centimeter, ja, dat moet goed zijn. En vervolgens ga ik naar maak het. En dan ga ik hier aangeven dat ik 2 stickertjes wil. Want ik wil aan iedere kant van het potje een stickertje. En dan ga ik hier bij 2 dus en dan toepassen. En dan maakt hij er automatisch 2 van. Nou, ik kan ook nog kleinere stickertjes maken, grotere stickertjes maken. En omdat ik het zonde vind om mijn stickervel niet helemaal te gebruiken, ga ik dat wel even doen. Dus ik ga even naar annuleren. En dan ga ik deze nog een keer dupliceren. En die ga ik dan ook even in nog een kleiner maatje maken. En nog een keer dupliceren en ook in een groter maatje maken. Want ik kan dit natuurlijk ook gebruiken om gewoon in mijn agenda bijvoorbeeld te plakken. Dat ik weet wanneer ik de zaadjes moet gaan zaaien, etc. Nou, op deze manier kunnen we er leuke dingen mee doen. Ik ga nu weer opnieuw naar maak het. Dan zeg ik weer dat ik 2 kopieën van alles wil. Ik klik op toepassen en dan zet hij die allemaal op het scherm. Nou, dit gaan we nu maken. Dus ik ga nu eerst mijn machine verbinden. Vandaag gaan we gebruik maken van de Explore 3, dus die pak ik er even bij. Als we naar het volgende scherm gaan, dan klik ik hier op verder gaan. Dan gaat de computer nu automatisch verbinden via Bluetooth met mijn Explore 3 die hier naast mij klaar staat. Vervolgens kan ik gaan printen. Op het moment dat ik klik op verzenden naar printer, opent zichzelf dit menutje. Ik kan hier mijn printer aangeven, ik kan aangeven hoeveel kopieën ik wil printen. Ik kan de bleed functie aan of uitzetten.
Nou, bleed betekent niks meer of minder dan een extra randje inkt in de juiste kleur om je sticker heen. Dat voor het geval dat hij er net een fractie langs opsnijdt, dat hij op dat moment dat je dat niet ziet bij het snijden. In mijn geval is dat niet nodig omdat ik wit op wit gebruik. Vervolgens kun je ook gebruik systeemdialoog aangeven en dat adviseer ik eigenlijk altijd. Op het moment dat je daarop klikt en vervolgens dan naar printen gaat, ik druk op afdrukken, dan opent het menu van de printer zichzelf. Nou, hier kun je namelijk aangeven wat voor instellingen je wil van jouw printer zelf. Dit heeft niks met Design Space te maken. Maar hier kun je dus wel aangeven dat in plaats van normale kwaliteit, dat ik de beste kwaliteit wil. Want dan wordt mijn print simpelweg mooier. En hier bedien ik dus mijn eigen printer mee. Nou, ik druk even op cancel, want ik heb in dit geval al geprint. Nou, vervolgens stel ik het materiaal in waarop ik ga snijden. In mijn geval is dat hetzelfde stickerpapier wat ik altijd in mijn tutorials gebruik. En daar gebruik ik altijd de setting washi sheet voor. Dus als ik daar even naartoe ga, washi sheet, klaar. En vervolgens kan ik hem gaan snijden. De software geeft mij nu vervolgens aan wat ik moet doen. Ik moet het mes plaatsen in clamp B, er hoeft niks in clamp E en ik kan de mat met daarop mijn stickerpapier gaan laden. Laten we de camera even omschakelen en dan kunnen we met z'n allen meekijken hoe dat precies gaat. Zo, hier zien we de Explore 3. Hij staat al klaar om te gaan snijden. Hij is via Bluetooth verbonden en hier staat mijn computer met daarop de software. Ik pak er even een light grip mat bij. Daar heb ik de beschermlaag al afgehaald, zodat die plakkend is. En hier is de print die ik van de printer heb afgepakt. En die plak ik even linksboven in de hoek van de mat. Die wrijf ik even een beetje aan. Zo, helemaal prima. Nou, die leg ik nu in mijn machine. Onder de witte geleiders, links en rechts. En vervolgens druk ik hier op de laadknop, zodat ik de mat kan laden. Zo. Die wordt heel langzaam nu ingevoerd. Ik zet even mijn computer een klein stukje naar achter, zodat hij de mat niet belemmert. De Explore 3 zal de mat er altijd even doorheen halen en weer terug, zodat hij weet dat de mat recht ligt. Hij voert hem in tot de perfecte hoogte. Nou, in de software krijg ik op dit moment te zien dat ik verder kan gaan. Laat ik je dat nog even zien. Dat zie je nu hier. Gereedschapmateriaal geladen. Druk op Go. Dus druk op de knipperende startknop in dit geval. Nou, die knipperende startknop die zien we hier knipperen. Dus daar druk ik op en dan gaat hij aan de slag. Nou, met die print and cut functie gaat hij dus nu gebruik maken van die dikke zwarte lijn die eromheen geprint is. En hier gaat nu onderin het lampje aan van de print and cut sensor. Ik weet niet of dat jullie dat beeld helemaal goed kunnen zien, maar je ziet als je van bovenaf naar beneden kijkt dat lichtje. Nou, daarmee detecteert hij nu die zwarte lijnen rondom de tekening of rondom de print. Hierboven, hier aan de zijkant, hier aan deze zijkant en aan de onderkant. En door het vinden van die registratielijnen die hij zelf in de software heeft ontworpen, weet de machine nu dus exact waar hij moet gaan snijden, want hij weet nu dus waar die klaprozen zijn geprint. Nou, het lampje gaat uit, dus hij heeft alles gedetecteerd. Hij denkt nog heel even na en dan gaat hij zo meteen in één keer snijden. Nou, en dat snijden gaat met die Explore 3 onwijs snel. Ze geven aan vanuit Cricut dat de machines de Explore 3 en de Maker 3 sneller snijden op het moment dat je gebruik maakt van Smart Material, wat dus zonder mat door de machine verwerkt wordt. Maar ik kan je persoonlijk vertellen, en dat zie ik ook hier weer gebeuren, dat ook dit soort functies, print and cut en dergelijke, vele malen sneller gaan dan de reguliere machines deden. Ik merk ook dat de machine veel stiller werkt en dat is natuurlijk ook wel eens fijn. Nou, hij snijdt nu keurig om mijn ontwerpjes heen. Hij geeft aan dat hij klaar is, dus ik zou de matten nu uit kunnen halen. Voor de zekerheid doe ik altijd even de test, is die er doorheen gesneden? Want die washi sheet setting is echt een hele lichte instelling. Dus misschien zou ik hem dan nog wel een keer willen snijden. Maar je ziet het, als ik zo mijn papier, mijn stickerpapier zo weghaal vanaf de onderkant. Nou, even de restantjes mee. Dat hier twee perfecte stickertjes al overblijven. Ik haal even de mat eruit. Zo, en dan haal ik de rest ook even eraf.
En dan hebben we hier gewoon een perfect stickervel. Zo, mat omdraaien. Ik haal de mat even zo van mijn stickervel af. Want je ziet het, als ik de mat van het stickervel afhaal, dus andersom, dan blijft het papier mooi recht. En waar ik het papier van de mat af heb getrokken, gaat papier altijd krullen. Want ja, dat is nou eenmaal de behoefte die papier heeft. Nou, ik pak mijn potje er weer bij. Ik doe even mijn machine dichtklappen, zodat we wat meer ruimte hebben. Ik zet mijn computer even aan de kant. En dan plak ik dat stickertje. Ik pak deze. Nou, ik vind het perfecte grootte. En die plak ik zo op het potje. Nou, qua ontwerp kun je hier natuurlijk van alles zelf mee bedenken. Maar dit is hetgene wat mijn dochter, die dit project gedaan heeft, waarschijnlijk het allerleukste vindt. Ik pak ook nog even die kleintjes even erop. Die doe ik eentje zo bovenop het dekseltje. En eentje zo tussendoor nog. Nou, en zo makkelijk en schattig gaat dit dus. Dus ik heb een van mijn vakantieprojectjes voor de kinderen, de zaadjes van de klaproos, in een leuk bijpassend stickertje op het potje en ook bovenop. En deze kan nu de kast in en die halen we in het voorjaar er weer uit en dan gaan we ze zaaien. Had jij nog vragen over deze tutorial? Zet je vragen dan hieronder in de comments op YouTube, dan help ik jou graag met de antwoorden. En vond je dit een leuke tutorial? Graag een duimpje omhoog. En vergeet niet om jezelf te abonneren op mijn kanaal. Dan krijg je namelijk automatisch updates op het moment dat er weer een nieuwe tutorial online komt. Nou, ik ga deze snel in de kast zetten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot dan!